Dacht de heidekoningin. Met de heideprinses. Kijk er wel een beetje naar uit? Vind het wel leuk, ja. Gezellig. Vooral voor hier, voor Barbara. Leuk voor de mensen. En meneer, heeft u enig idee wat ze hier eigenlijk komen doen? Ieder jaar promoten, hè. Vooruitgaan. In tijd. In zin. Het heeft wel eens een doel. Ieder jaar iets fijns om terug te komen. Ik heb nu drie jaar meegemaakt. Dat gaat prima. Dit is dus wel een van de top-evenementen die jaarlijks plaatsvindt hier. Met de heidekoninginnen. Jawel. Top-evenementen, jawel. Het is wel iets wat de hele gemeenschap naar uitkijkt. Ja. En heeft u nog iets wat ze tegen de heidekoningin wil zeggen? Of tegen de prinses? Dat ze het heel goed doen dit jaar. Ook in het openluchttheater. Ik heb het gezien op tv. Maar het gaat heel goed. Heel goed met ze. Ik hoop dat ze het uithouden voor deze week. Het is een hele lange week. Nog de koningin die langskomt, bent u een beetje zenuwachtig? Nee, niet. Ieder jaar weer een ander. Nee, helemaal. Het is toch gezellig. Ja. Els Mulbroek, locatiemanager van Sint Barbara en de Pleinen, Vilente Ede. Maar dit mag met recht wel een feestelijke dag worden genoemd waarschijnlijk. Dit is een feestelijke dag. Onze bewoners verheugen zich daar ieder jaar alweer helemaal op. Op het moment dat de hoogheden aankomen rijden en hier een uurtje met hun vertoeven. En ieder jaar proberen we er een speciaal tintje aan te geven. Vorig jaar hadden we muzikale bingo en nu hebben we op de foto met de heidehoogheden. En dat hebben we vorig jaar op de pleinen gedaan. Dat was een groot succes. Wat betekent het nou dat de heidekoningin langskomen heeft gezegd? Omschrijft het eens, uw eigen gevoel. Wat mij betreft vind ik het echt een traditie. Echt een Edese traditie. Toen ik dat voor het eerst meemaakte, 3 jaar geleden, vond ik het echt geweldig. Dat het echt zo'n Edese traditie is. Ook vanuit het landschap hier, dat heide echt bij Ede hoort. Dus dat vind ik heel erg bijzonder. Blijft u zelf ook de hele middag bij? Nou, ik moet mij verdelen. Dus ik blijf het eerste half uur hier. Dan snel ik naar de pleinen, want daar ga ik de hele hoogheden ook weer ontvangen. Dus helaas ben ik hier voor de helft en maar de pleinen ook nog de helft. Er zijn deze week nog verdere activiteiten hier in dit zorgcentrum? Er zijn de gewone activiteiten, maar we hebben op donderdag hebben we een pendelbus. Zodat onze bewoners met de pendelbus naar de Klinkenberg kan. Want op de Klinkenberg hebben ze, dat is natuurlijk een groot Vilentehuis, een enorme festiviteit op donderdagmiddag. Ook weer met de heidehoogheden. En onze bewoners kunnen dan met de pendelbus mee. Vond u het wel leuk om op de foto te gaan met de heidekoningin? Ja, ik vind het wel leuk omdat ik dus Kalina 1 gespeeld heb. Maar dat is van toneelclub Maren. Ik ben dus niet echt Kalina 1 geweest. Want dan zou ik 15 jaar zijn in 1935. Dus dat is een beetje te jong, hè?
Dus maar ik ben dus nu 91, dus vind ik dat wel leuk. Misschien als ik 95 word, dat ik dan weer met Corina 1 op de wagen zit. Vorig jaar heb ik op de wagen gezeten. Was wel leuk. Ah, ik moet zeggen, u heeft ook mooie kleding, bijpassende kleding aan. Heeft u die ook met de Corina 1 gekregen? Ja, hoort er zo'n beetje bij, hè? Dat je ook in passende kleding bent, ja. Nou, nee, ik had gewoon een lange jurk aan vorig jaar, dus op de wagen, ja. De foto, die komt in uw grote nachtkastje te staan. Ja, dat is wel leuk, ja. Ik vind het wel leuk, ja. Vindt u het een beetje een leuke middag hier? Ja hoor, maar dat hebben we ja nog wel, hè. Het is wat bijzonders dit, hè. Het is een keer wat anders dan gewoon. Kijk het nou uit om op de foto te gaan met de Heidekoningin? Ik vind het wel leuk, ja, dat ik op de foto gezet word. Natuurlijk, vind ik altijd leuk. Ja. U heeft ook mooie paarse kleding aan. Zou je niet zelf liever de Heidekoningin zijn of de prinses? Nou, daar ben ik te oud voor, jongen. Dan moet je aan de jongeren overlaten. Maar u droomt er niet over? Hè? U droomt er niet over om Heidekoningin te zijn? Nee. Jeugdkoningin. Ik kijk er wel graag naar, de Heidekoningin. Ja, ik ben een oude Edense, dus daar ben je een beetje mee grootgebracht, hè? De Heideweek, Heidekoningin. Ja. Maar u komt uit Ede, zegt u. Heeft een hele mooie herinnering overgehouden aan de Heideweek? Ja, ja. Want bij onze zaak werden er vaak dingetjes georganiseerd. Bij de Lindelaan, Hoek Lindelaan, Fotoheco. Ik maak meteen een beetje reclame hoor. En dan hadden ze dus een helemaal stukje klaargemaakt met hei, met schaapjes en zo allemaal. Nou, en dan kwam de Heidekoning ook wel speciaal even langs kijken. Mooie bomen. Ja, en heidebogen. En vroeger, nou, de heide, toen de Heideweek gevierd werd, net na de oorlog, hè, dat was het mooiste. Ja. Toen versierden ze de hele straten met allemaal bogen en togen. En dat doen ze nou een klein beetje, maar dat is een heel stuk minder. Maar dat was vroeger was echt, echt, ja. Dan was dat echt ouderwets, leuk. Ja. En in de Edekuil, ja, hebben we meegedaan aan uitvoeringen van Dok. En Sparta, al die uitvoeringen met Geem. Ja, dat was heel leuk. Ja. Houdt van de Heideweek? Ja, ik hou wel een beetje van de Heideweek. Het doet mij wel wat. Ja. Ja. Een beetje gevoel van vroeger. Een beetje nostalgie. Ah, leuk. Ja, dan heb je de Heide. De Heide? Ja. Die hebben we even iets verder opgelaten, als u het goed vindt. Ik heb het even zo. Ja, ik heb het even. Ja. Ik zit achter u, hoor. Ja. Ik ben net de kraan bij me, denk ik, maar dat weet ik ook niet.